De topchoreograaf Sidi Larbisha. Dat is een groep gemotiveerde verslaggevers, jonge mensen die rapporteren over eigenlijk alles wat er hier in de single achter de scène en op het scène gebeurt. Het zijn jongeren die goed zijn in fotografie, in videoverslaggeving, in het schrijven van super toffe teksten, analyses maken van voorstellingen of beschouwingen vooraf. Er zitten zelfs illustratoren bij. Die jongeren die krijgen eigenlijk toegang tot alle voorstellingen en ook tot creatieprocessen en hebben eigenlijk een stuk carte blanche om te communiceren over wat er hier op deze grote site gebeurt. Ik was naar een voorstelling geweest en we moesten voor school een recensie schrijven. En je kunt op de site van de single sowieso reageren, maar ik had zo'n recensie geschreven en dat raakte niet in dat klein tekstvakje, dus heb ik dat gewoon gemaild. En toen heeft Katrijn mij gebeld om te zeggen dat er binnenkort een soort platform gingen oprichten en met de vraag of ik mee wilde doen. En dan heb ik alsnog mijn inzending opgestuurd en dan ja, op een dag ineens gezien dat ik erbij zat. En dan zo is dat denk ik bij iedereen gebeurd. Het idee van de jongens is ontstaan door die gigantische grote oppervlakte die wij hier ter beschikking hebben, dat gaat over 36.000 vierkante meter, waar op hetzelfde moment verschillende dingen tegelijkertijd gebeuren. En het is een hele bruisende site. Er zijn verschillende grote podia, er zijn theater, muziek en dansstudio's, er zijn foyers, er zijn klaslokalen voor studenten van het conservatorium. Zo is in de weg komen. Ja, we gaan in de weg komen. Zou dat gezelschap zelf? Ja, dat is het gezelschap zelf. Diederik, de Pat, Lieve en Jaap. Die vier zijn van het gezelschap zelf. En de rest is allemaal single. Single. Oh. Dat is mijn vraag. Ja, goed. Een manier om is om in contact te komen. Een manier is om in contact te komen met artiesten, om te netwerken, om hun eigen skills te developen en te ontwikkelen. En dat is toch wel heel belangrijk. En wij willen hen daarbij helpen door masterclasses aan te bieden en workshops. Opdat zij zich voldoende ondersteund voelen om hun job eigenlijk hier naar behoren en goed uit te voeren. En wie heeft de muziek gemaakt? Ik heb dat samen met Piet. We hebben zo wat gerepeteerd. Ja. Gelijk een groepje zo. Hè. Ja. Er zijn ideeën uitgekomen en dat hebben we gemonteerd tezamen met. En samen met de acteur zegt ze wel iets. Ja, het is één acteur, hè, Dirk. Ja, Dirk. Ja. En voilà. Wat toch wel zo gezond. Ik ben er niet. Ik vind dat het aanbod zeer breed is, omdat je echt van architectuur tot dans tot muziek heel verschillende voorstellingen krijgt. Ik heb hier al popmuziek gezien, zowel als jazzmuziek als klassieke muziek. Muziek is mijn ding, dus daar weet ik het meeste over. Maar ook al een paar dansvoorstellingen, dat ik met open ogen heb zitten kijken. Maar, dat is dans. Dus ik heb hier al heel veel ontdekt dit jaar en ik hoop dat dat zo verder mag gaan. Wat ook heel leuk is aan de groep die nu bestaat, is dat eigenlijk een community van gelijkgestemde zielen is geworden, die vriendschapsrelaties ontwikkelen en die nu samen initiatieven opstarten en echt beslissen van we gaan samen die of die productie volgen. Doe jij een tekst, zal ik zorgen voor de foto's erbij of maak jij het videoverslag en ik zorg voor wat meer duiding erbij. Dus er ontstaan banden toch netwerken binnen die groep die ook heel interessant zijn om te volgen en die prettig zijn, denk ik, voor de jongeren zelf.